echt wachten eens even op de score voor Famke Jongsma. We gaan zo kijken naar Pauline Alberts met Lalique van de Oude Meerdijk. De afstammeling, de 2016 geboren zoon, KWPN'er van Lord Lauderdale, maar Quaxemal Natural. En Pauline Alberts uit Emmen, de kampioen van de regio Drenthe. Drents kampioen outdoor in het Z52 op de Hippiade en indoor kampioen in ZZ Licht. Heeft een dressuur- en pensionstal, geeft veel lessen en clinics in binnen- en buitenland, jureert tot en met lichte toer. En daarnaast ook nog een aantal kuren op muziek die ze tussen de bedrijven door weet te maken. Het paard Lalique, eigen fokproduct en de kuur heeft ze ook zelf gemaakt. We gaan zo kijken naar Pauline Alberts. Kijk even of we de score van Famke Jongsma nog kunnen krijgen.
Wow. Pauline Alberts, de Drentse kampioen met de Lelik van de Oude Meerdijk van de hengst Lord Lederdale maal Crack C. En ondertussen wordt er hard gewerkt om de score van Pauline Alberts te krijgen. Ja, en kondig ik alvast bij u aan de volgende combinatie. Het is Saskia Knol, de provincie Groningen, Groningse kampioen. Saskia Knol uit Vrombosch. Paard Magente van de hengst Ragente maal Ruby AR, 8 jaar jong. Nog maar Groningse kampioen ZZ Licht Indoor 2024. De tweede op de Kuur op Muziek op concours Hippiek in Groningen. En vijfde op het Nederlands kampioenschap MCI. Dat is de competitie voor de Iberische paarden. En daarmee geselecteerd voor het WK. Daarnaast met Magente nog level 2 geclasseerd in de Working Equitation. Magente opgenomen in het volwassene stamboek van de Lusitano, de PSL om precies te zijn. Wij vroegen Saskia, ben je als professional werkzaam in de paarden? Nee hoor, het is een uit de hand gelopen hobby. Ze werkt namelijk 36 uur op de financiële afdeling van de rederij Vertom. Ja, en dan naast al het werk ook nog het rijden van de paarden. En dat zijn er op dit moment 4. Zo vanaf het niveau L2 tot en met pre-Saint-Georges. Dus een druk bezette dame, Saskia Knol. Zo aanstonds hier met